Hallo, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe shoplog. Ik heb echt veel nieuwe dingen verzameld voor het nieuwe seizoen. En deze gaat helemaal over mijn high street aankopen. Dus dingen die je ook met een wat beperkter budget kunt scoren. Nou heb ik natuurlijk best wel veel gekocht. Maar het zijn allemaal dingen die van de Zara, van de Manga, van de H&M zijn. En dus een stukje toegankelijker. Ik ga er meteen mee beginnen met de eerste. Namelijk dit super funky topje van de Zara. Ja, ik heb echt helemaal een ding voor deze 90s revival. En een crop top is altijd heel sexy in de zomer. Als je dat nou een beetje spannend vindt, dan doe je er gewoon een high-waisted broek bij. En dan zie je eigenlijk bijna geen huid, maar heb je wel dat speelse sexy effect. Deze heeft ruitjes en een beetje een hartvormige bovenkant. En dan off-shoulder heb je deze enorme pofmouwen. Ja, het is natuurlijk een hartstikke gek ding, maar ik was helemaal in love. Dus deze zal ik vooral aandoen als ik echt een stapavond heb en daar helemaal voor wil gaan. Dan een top die ik zo fijn vind en echt al heel veel heb gedragen. Dat is deze van de Zara. Hij heeft een beetje een zijden look en hij is heel zacht en een klein beetje glanzend ook. Hij heeft best wel een décolleté, maar het is wel een oversized model. En hij heeft die knoopjes die hem wat braver maken en natuurlijk een polkadot die ook gewoon best wel meisjesachtig is. Dus het is een beetje een mix van en sexy door de cleavage en tegelijkertijd gewoon rustig gekleed, meisjesachtig. En dit is zo'n top die ik overdag draag in een mooie lichtblauwe jeans. Maar 's avonds bijvoorbeeld op een leren broek en dan met mooie puntschoentjes voor een avondje uit eten of zoiets. Echt zo'n multitasker. Ik hou hier heel erg van. Dan een impuls aankoop die ik echt niet nodig had eerlijk gezegd. Dus ik denk ook wel van moet dit nog terug? Dat is dit kleine clutchtasje van Another Stories. En ik was gewoon helemaal verliefd op deze kleuren. En ik dacht, hoe leuk als je dit weer met een andere felle kleur draagt. En als clutch. En dan geeft het je outfit net een beetje extra uitstraling. En ik vind dit soort tasjes ook heel fijn als ik reis bijvoorbeeld. Dan doe ik altijd mijn boarding pass, mijn paspoort, mijn oordopjes en zo in zo'n mini tasje in mijn tas. Dan heb ik alle belangrijke essentials op één plek. Maar goed, had ik daar iets nieuws voor hoeven kopen? Ik heb waarschijnlijk al 10 van dit soort tasjes. Dus ja, dit weet ik even niet zeker. Maar ik vind hem zo leuk. Ook bij de Another Stories kocht ik dit kooltruitje op aanraden van Nicole. Dit is eigenlijk zo'n soort heel viezig stofje. Maar ik vind het heel lekker. Het is heel... Ja, ik zou willen dat je het kon voelen. Het is heel glad en zacht en heel dun. En dit is eigenlijk heel lekker om mee te spelen en laagjes te maken. En bijvoorbeeld dit onder een hele grote gebreide trui te dragen. Maar ook op zich vind ik hem heel mooi. En een kooltruitje, zeker als het smal is en strak om je lichaam zit, vind ik het heel sexy en een beetje Frans. En dat had ik nog niet echt. Dus hier ben ik wel heel blij mee. Ik had hem niet in eerste instantie zelf uitgezocht. Maar ik vind hem wel heel tof. Dit felgroene duo zou ik dus nooit voor mogelijk hebben gehouden, maar ik ben helemaal into deze kleur. Felgroen, of eigenlijk allerlei kleuren groen, zijn helemaal de trend voor dit komende seizoen. Lila zie je ook veel qua kleuren. En dit is een gifgroene slipdress van Mango. En die hadden ze ergens in een beeld ook gestyled met die trui erop. En dat vond ik zo'n vette look. En Nicole had dit ook geselecteerd voor de shoot voor mijn Fred collectie. En ja, ik ben gewoon helemaal fan. Ik vind het zo fris en zo mooi. Deze slipdress is gewoon lang. Hij heeft een mooi kanten detail aan de voor- en achterkant. Wat ik meteen heel luxe vind. En de trui, daar kun je ook alle kanten mee op. Want dit kun je natuurlijk op een rokje dragen, op een jeans, op een pantalon. Of dus over zo'n slipdress. Vind ik altijd wel een hele leuke styling truc voor de lente. Als je me volgt op Instagram, ik ben daar Yara_Michels, dan weet je dat ik dol ben op pakken en er echt al te veel heb eigenlijk. Dit mag eigenlijk niet in de shoplog, maar het is toch gebeurd. Ik heb dit babyblauwe pak bij de Zara gekocht. Eigenlijk vooral omdat ik een event had waar ik moest spreken en daar moest een gestreept badpak onder gestyled worden. Hebben jullie misschien gezien in de vorige vlog. Ik had daar niet echt een goede look voor. En dit vond ik zo goed erbij passen. En het stond heel mooi. En dan zag je ook echt de details van het badpak goed. Dus dat pak heb ik gekocht. En ik ben er echt heel blij mee wel. Ik vind het een hele toffe boyfriend fit. En hij is wel weer echt anders dan de andere pakken die ik heb. Goed, excuus altijd tegen jezelf zeggen. Maar het is echt zo. En ja, het fijne van zo'n pak is dat je toch gewoon 3 opties in 1 hebt. Je kan die pantalon natuurlijk op 100 manieren dragen. Als set is het heel gaaf en heel anders. Ook om naar een event te dragen bijvoorbeeld. En zo'n blazer is gewoon heel mooi en handig om te hebben. Alhoewel ik zelf niet heel veel blazers losdraag. Maar goed, je kan er dus allerlei kanten mee op. Dus wat dat betreft vond ik dit dan ook wel een
oké investering om te maken voor dat ene event dat ik had. Dus ja, deze heel blij mee. Ik heb hem nu al 2 of 3 keer gedragen in een korte tijd. Dus ik denk dat het een goede zet was. Dan nog een ruitjestop van de Zara. Dit is zo'n felle kleur rood. Als ik er naar kijk, word ik echt bijna duizelig. Maar ik vond deze heel mooi en luxe eruit zien. Ik denk ook door de pofmouwen. Er zit een hele mooie, rijke structuur in. En het loopt ook een beetje taps toe in de taille. Dus ik vond dit wel een heel gaaf item. Ik moet zeggen dat ik het nog niet heb gedragen. Getuige ook het kaartje dat er nog aan hangt. Dit is bijvoorbeeld ook een item dat je niet op tv kan dragen. En ik zoek ook altijd dingen voor shownieuw styling. Dus wat dat betreft is dit niet een hele handige. Want door die blokjes kan het niet goed op camera. Ja, hoe ik deze in mijn hoofd ga dragen is vooral wel in high-waisted jeans. Of bijvoorbeeld in een kokerrok. Een hoge kokerrok wat bijvoorbeeld ook een print heeft. Dat vind ik wel heel tof. Maar als deze nog langer blijft liggen, dan moet hij toch terug. Er is niet veel dat zo erg lente schreeuwt als een bloemetjesjurk. En dan vind ik deze wel een hele toffe, moderne variant. Hij heeft een hoge nek en een mooi open achterkantgedeelte. De mouwen zijn extra lang en daar zitten allemaal kleine knoopjes aan. Wat echt wel een trend is van de afgelopen tijd. Dus dit is een soort bloemenjurk 2.0 wat mij betreft. Hij heeft ook best wel een hoge split. Dus hij is echt ook wel heel sexy en mooi formfitting. Dus hier ben ik zo blij mee. En ik zag hem ook bij Kate Bosworth, een van mijn favoriete celebrities qua stijl. Toen wist ik, dit zit wel goed. Deze aankoop is eigenlijk een soort test in wie mijn trouwe kijkers zijn. Want als je mijn video's vaak kijkt, dan weet je waar dit over gaat. Ik had hier namelijk een blazer van gekocht. Nou heb ik net gezegd dat ik geen blazertype ben, maar ik had dus wel een losse blazer gekocht. Ik spreek mezelf lekker tegen. Ik draag die blazer met bijvoorbeeld een skinny jeans, een zwart of grijze, of met mijn leren broek. Maar ja, als er dan een pak van is, dan wil je toch die complete set hebben. Want ik dacht, ja, stel dat ik dat aan wil, dan is die broek er dadelijk niet meer, dan baal ik. En ik heb nu al de helft van de twee, dus ja, die ene pantalon er nog bij kan ook niet zoveel kwaad. Maar ja, ik heb ook wel al een broek met ruitjes. Dus ik was heel erg in tweestrijd en ik vind het ook onzin om twee broeken met ruiten te hebben. Maar goed, ik wilde zo graag dat pak aan. Dat is natuurlijk hoe het werkt met dingen die je niet hebt. Als je het niet hebt, dan is dat opeens het enige wat je wil. Dus elke dag dacht ik, had ik maar dat pak? Nou, op een gegeven moment had ik een kortingscode bij Another Stories. En toen heb ik hem toch maar gehaald. Ja, het doet me toch goed, moet ik zeggen. Ik krijg er ook veel complimenten op. Ik heb voor de zomer en voor Marrakesh 2 paar schoenen gekocht. Die ik echt een toevoeging vond in mijn schoenenleven, kan ik wel zeggen. Het eerste paar is deze leren met, ja wat is het, jute, touw, sandaalstukjes. Ik denk dat dit ook de officiële omschrijving is zoals die op de Mango website staat. Jute, touw, sandaalstukjes. Dit is op zich wel iets zachter aan de binnenkant dan aan de buitenkant. Dit is natuurlijk niet lekker om op je voet te dragen, maar er zit wel een stofje aan de binnenkant. Heel zacht is het niet, maar het zit toch wel lekker moet ik zeggen. En dit voetbed is wat dikker en is een beetje omhoog golvend. Wat een top omschrijvingen. En het zit dus echt heel lekker. Ik vond deze heel mooi en heel erg geschikt voor Marrakesh. Deze zijn van een lijn van Mango die heet Violetta of Violeta. Maar ik heb geen idee wat dat betekent. Ik ben het namelijk nog nooit eerder tegengekomen. Maar misschien is het een soort speciale designcollectie of zo. Ik zou het niet weten. Maar die sprak me wel heel erg aan. Tweede paar is ook van Mango en dat zijn deze hele simpele instappertjes. Ze hebben een hele lage hak, ik denk 1,5-2 centimeter. En dit zijn de schoenen die ik vorige zomer al zocht en toen nergens kon vinden. Toen ik naar Bali ging, wilde ik heel graag dit soort instappertjes, sliders, hoe noem je het. Met een heel laag hakje, zodat je ze ook 's avonds kan dragen en er een beetje gekleed uitziet. Maar ik heb persoonlijk op vakantie echt geen zin om hakken te dragen. Dus dit was echt waar ik naar op zoek was. En deze waren ook echt heel betaalbaar, dus dat is fijn. Dan is het toch een mooi experiment even. En dan kan ik altijd kijken of ik dit heel veel draag en misschien een wat duurdere variant wil kopen. Maar ik vind ze heel mooi. Ook heel leuk dat dit een rond hakje is. Vind ik heel cool. En als laatste heb ik nog een paar oorbellen. Deze vrienden van Mango. Mango heeft zoveel goede oorbellen momenteel. Het zijn een soort bijna grafische, asymmetrische gouden plakken. Vind ik heel tof. Ze zijn wel vrij zwaar. Dus het achterkantje helpt niet altijd om ze op hun plek te houden. Er is er wel eens een uit mijn oor gezwiept. Maar ik vind deze heel cool. En ook echt wel een hele
soort design-uitstraling hebben. Dus ik zou niet zeggen dat deze goedkoop zijn. Dan een paar van de Zara. Ik vind deze zo leuk. Ook weer een hele... Nou, dit is iets meer een organische vorm. Doet me ook heel erg aan schelpen denken op de een of andere manier. In mat goud met een rand van hele kleine pareltjes. Past echt overal bij. Ik vind ze heel cute. En dan oorbellen. Ik weet even niet meer in mijn hoofd of ze van de Mango of de Zara zijn. Die ik op zich fantastisch vind. Alleen, zonder dat ik ze ooit heb gedragen, is deze al kapot. Dus ja, dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Dus ik weet ook niet zo goed wat ik daarmee moet doen. Het is niet zo dat deze winkels natuurlijk een enorme klantenservice hebben die de hele tijd op dit soort dingen zit te wachten. Maar goed, misschien moet ik er toch mee terug, want ik vind dit wel heel zonde. En dit is dan ook net niet een oorbel waarvan ik denk, oh, het is leuk als je er eentje draagt. Maar goed, op zich heel erg fan van. En dit waren ze, een heleboel van mijn nieuwe aankopen. En ik moet zeggen, ik zit zo lekker in mijn shop vibes dat ik verwacht dat er heel snel weer een nieuwe shoplog aankomt. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wat jouw favoriet was, je favoriete item of je favoriete look. Laat het me zeker even weten in de comments. En als je dit soort video's leuk vindt, vergeet dan zeker niet even een thumbs up te doen en je te abonneren. Ik zie je weer in de volgende. Doei!